Tom, Kato, de Starlings. Jullie zijn hier bij Tien om te zien en jullie brengen jullie nieuwe single. Ja. Ja, en hoe lopen de repetities? Goed, we hebben net repetitie gehad en het was heel leuk, toch? Ja, we mogen hier 3 keer staan, dus dat is superleuk om te doen. De nieuwe single heet Madness. Ja. En die gaat er eigenlijk meer over dat we vaak, jaloers is niet het woord, maar toch een beetje gezond jaloers zijn op elkaars eigenschappen. Ik vertel letterlijk van, ik wou dat ik iets impulsiever soms was als jij en dan omgekeerd. En het is, we proberen een beetje gekker te worden vooral. Doen jullie dat vaker echt schrijven over jullie zelf, over jullie eigen ervaringen? Is dat echt wat jullie uitputten? Of? Ja, eigen ervaringen, maar ook wat we meemaken of wat we zien bij andere mensen. We schrijven sowieso wel veel, eigenlijk alles wat we schrijven gaat over iets dat waar wij mee zitten of zo. Dus dat is altijd wel een beetje een dagboek van ons. Soms heel persoonlijk, soms heel grappige dingen, soms heel triestige dingen. Dus dat wisselt wel wat. Maar het is altijd wel persoonlijk, dat wel. 3 keer 10 om te zien, hier nu in Westende. Wat staat er nog op jullie planning deze zomer? We doen ook wel wat festivals. De parkconcerten doen we ook, parkies. Ik weet het niet allemaal van buiten, maar het is goed gevuld. We gaan ook nog naar Parijs. Ja. Om voor mensen te spelen van de Olympische Spelen, de atleten zelf. Dus het wordt een leuke zomer, want ik ben ook wel een sportfan, dus het zijn heel leuke, gevarieerde dingen. En ik heb mij laten vertellen dat Nova heel vaak mee mag met jullie. Dat klopt, waar mogelijk is. Maar we proberen het vooral zo goed mogelijk voor haar te doen. Dus dat hangt er een beetje vanaf. Als het iets overdag is, is dat al iets makkelijker dan 's avonds laat of zo. Dus dat wordt een super muzikaal kind eigenlijk. Dat hangt er vanaf. Het is niet gezegd dat ze gaat kunnen zingen. Hoeft ook allemaal niet, maar ze wordt natuurlijk wel opgevoed in een muzikaal bad. Want dat vinden wij ook gewoon wel leuk, om voor haar te zingen. En zij voorlopig ook. Ja.